Wow! Special effects, jonge boy! Hey yo, welkom terug bij een nieuwe unboxing. Ik ben Tom van Gamerset.nl en wij horen dat jullie unboxings helemaal de shit vinden. Ik snap het niet, vertel me waarom. Serieus, in de comments. Maar we gaan verder, want Logitech is binnen. Logitech gaat dingen toesturen, dus ook de G610 Orion Red. En nou denk je, waarom staat er Red op? Dat is heel simpel, omdat het rode Cherry MX switches zijn. Sommige mensen vinden die relax, andere mensen vinden daar weer niks aan. I don't know, het kan allemaal. Ik heb al gezien, hij is al wel een keer opengemaakt, dus dit wordt waarschijnlijk een hele makkelijke unboxing. Maar we gaan gewoon kijken hoe dit toetsenbordje van Logitech uit zijn doosje komt. En ja, mocht je het willen weten, de prijs is €120. En dat is natuurlijk niet heel gek voor een toetsenbord, want het is natuurlijk wel een mechanisch toetsenbord, zoals de Cherry switches betamen. Uit de doos komt een nieuwe doos. Logisch, makes sense, Doception. Dan is wel weer even kijken hoe we dan deze precies open gaan maken. Ik heb zo'n idee dat het dit is. Yes. Het is overigens geen, hij is wel vrij compact, maar het is geen 10 keyless toetsenbord. Je ziet nog steeds de numpad erop zitten, maar het is toch mooi dat dat lekker zo compact kan. En ja, we gaan deze ook uitgebreid reviewen natuurlijk. Dus als je alle specificaties wil weten en hoe die nou precies typt en gamet, dat komt later allemaal een keer. Dit is eerst gewoon eens even hoe dit ding uit de doos komt. Natuurlijk, ik zie het alweer, boekjes die we erbij krijgen. Important Safety Guide, dat boeit natuurlijk helemaal niemand. Het is niet alsof je zomaar vlam kan vatten. En een backlit mechanical keyboard, boekje erbij ook. Nogmaals, doe ik niks mee, want ik ben een man, het is een toetsenbord, dus ik vind het zelf wel uit. Komt wel goed. Er zit software bij en dergelijke. Overigens is het niet een zo'n helemaal RGB toetsenbord, dus qua software is het waarschijnlijk ook iets simpeler, omdat het gewoon wit verlicht is en that's it. Dus niet zo van, oh, 16,8 miljoen kleuren. Wat ook weer mooi in contrast is met de muis van Logitech die we laatst unboxed hebben en die we ook weggeven. Dat is namelijk dit modelletje. En ja, klik even door naar die giveaway, want dat is dus een unboxing van dit ding. En er zitten wel heel veel kleurtjes op. En die is overigens ook maar €40. Die dingen gebeuren. En oeh, kijk eens aan. Rats dit gewoon helemaal kapot. En dan komt hij er zo uit. Voilà, voilà. Ook mooi dat als je hem zo plat zet, dat hij dan ook echt gewoon kaarsrecht op de grond zit eigenlijk. En dan geloof ik dat er ook nog wel pootjes bij zitten. Yes, oh, vrij grote, mooie pootjes ook. Twee! Oh, kijk dit eens! Er zijn gewoon de keuze om te zeggen, ik wil hem zo hoog zetten of ik wil hem zo hoog zetten. Ik heb inmiddels echt een toetsenbord of weet ik veel, 20 behandeld of zo. Ik heb dit letterlijk nog nooit gezien. Staat hij wel lekker zo rechtop. Laten we dan ook nog even die kleurtjes bekijken. Of nee, eigenlijk het gebrek aan kleurtjes. Hij is natuurlijk backlit, maar niet met kleur als in van wow, alle kleuren van de regenboog. Voilà. Verlicht en wel. En het leuke is, hij heeft natuurlijk maar één kleur. Maar dan heeft hij wel dat hij van die waves doet. Wat ik dan wel weer kan waarderen. Want het komt natuurlijk ook omdat dat natuurlijk per key verlichting is. En dan zie je het ook weer dat daar een rode cherry in zit. En dat is een beetje een lineaire switch. Dus er zit niet zo'n overdreven klik-klak geluid in. Het is vrij direct allemaal, maar het werkt wel lekker. En ik moet ook zeggen, jee, er zit weer een volumewieltje op. Ik dik die volumewieltjes altijd wel. Want ik weet niet, het vind ik toch fijn om analoog je volume mee te kunnen regelen. Anders moet je functie plus, functie min doen, fuck dat. Anyway, dit is hem, de Logitech G610 Orion Red, want rode switches. En klik ook vooral even door naar de giveaway en unboxing van dit mooie muisje van Logitech. €40 kun je zomaar winnen. En natuurlijk, we hebben allerlei andere toffe video's, trailers, nieuws, alles op Gamersnet. Kun je doorklikken. Ik was Tom van Gamersnet.nl. De ballen, tot snel. En als je op YouTube kijkt, like, comment en subscribe. En ja, ik cringe hem zelf ook daarbij.